Ik was 14 jaar toen ik opnieuw besloot er een einde aan te maken. Deze aflevering is geschikt vanaf 14 jaar. Dag kijkers, vandaag wordt het een iets zwaardere aflevering. Ik wou jullie heel graag een toch wel bizarre gebeurtenis uit mijn leven delen. Zoals jullie weten werd ik vroeger gepest. Dit leidde tot een aantal zelfmoordpogingen. Een van deze pogingen is godzijdank door een opeenvolging van toch wel toevallige omstandigheden mislukt. Ik was 14 jaar toen ik opnieuw besloot er een einde aan te maken. Mijn ouders en mijn zus die zaten allemaal beneden en niemand was op de hoogte. Het klinkt misschien raar, maar mijn kamer had ik heel gezellig ingericht. Hier en daar wat kaarsjes, sfeermuziek, de lichten uit. Een soort van afscheidssfeer. Ik keek even rond. Probeerde tot rust te komen. En er was nog één ding dat ik wou doen. Ik nam mijn gsm en stuurde een berichtje naar het meisje waar ik toen verliefd op was. Ik vertelde haar hoe ik mij voelde, wat er was gebeurd en wat ik zou doen. Na ik dat bericht verstuurd had, was ik er klaar voor. Klaar voor, laat ons het de daad noemen, uit te voeren. Tot ik plots, juist op tijd, twee mensen de trap hoorde opstormen. Ze kwamen mijn kamer binnen en het bleken mijn moeder en mijn zus te zijn. Ik was razend. Ik was verdrietig en tegelijkertijd een klein beetje opgelucht. Waarom hebben zij mij tegengehouden? Maar bovenal, hoe zijn zij dit weten gekomen? Want niemand was op de hoogte. Een paar weken later had ik een gesprek met mijn moeder. Wat bleek? Het meisje waar ik smoor verliefd op was, had dit verteld aan haar moeder. Die vrouw, uit ontwetendheid, belde met een goede vriend die bleek de baas van mijn moeder te zijn. Ze belde de baas mijn moeder op, waardoor ze plots de kamer binnentrad. Het was godzijdank een miraculeuze opeenvolging van toevalligheden, waarvoor ik ontzettend dankbaar ben. Ik heb diep gezeten. Heel diep. Maar desondanks heb ik in 2018 toch al deze pesters kunnen vergeven. Ik zie hen dan ook niet als dader, maar als slachtoffer van hun eigen pijn. Als voorbeeld, de persoon die mijn hoofdpester was, verloor haar broer op jonge leeftijd. Haar ouders waren depressief en dus moest zij voor het hele gezin zorgen op amper 13 jaar. Het pesten was voor haar een manier om liefde en aandacht te krijgen. Uiteraard was dit geen goede manier en ik praat het zeker niet goed, maar het hielp me wel begrip te krijgen voor haar situatie en een antwoord te krijgen op de vraag waarom een pester pest. Achteraf ben ik te weten gekomen dat wetenschappelijk onderzoek effectief aantoont dat een pester pest uit emotionele pijn. Hoe dan ook, ik ben op een punt gekomen waar ik alles heb verwerkt, waar ik veel ben gegroeid, assertiever ben geworden en weet wie ik ben. Dit maakte dat ik deze slechte ervaring heb kunnen omdraaien naar iets positiefs. Indien dat je zelf op dit moment worstelt met zelfmoordgedachten, dan weet ik heel goed dat woorden zoals het is de oplossing niet, het is een vlucht, voor jou op dit moment niks betekenen. Want op dit moment wilt jij dat de pijn stopt en wilt jij dat het gewoon gedaan is. En dat snap ik. Maar ik garandeer u dat jij een winnaar bent. Een winnaar van de pijn. Zelfmoord ga je niet laten winnen. Maar praten wel. Jij bent een winnaar. Je zij geliefd en ik geloof in u. Neem gerust contact op met mij als je daarover wilt praten. Of bel, chat en mail anoniem en volledig gratis met het nummer 1813 van de zelfmoordlijn. Die mensen zijn fantastisch en weten exact waar dat je nu doorgaat. Zoals een goede vriend van mij zou zeggen, de pijn die je nu voelt kan een litteken worden waar je trots op kan zijn, omdat je het dan hebt overwonnen. Overwin die pijn.